What's up guys, ben ik weer en welkom bij de eerste aflevering van de Final Cut. Wat het eigenlijk is, ik neem jullie gewoon nu mee de laatste 6 tot 8 weken in mijn vetverlies fase, om het maar zo te noemen. Ik ben al een tijdje bezig zoals jullie weten met het afvallen, alleen heb gewoon nu in de zomervakantie lekker genoten. Ik ben toen op vakantie 2,5 à 3 kilo aangekomen, wel inclusief vocht natuurlijk. En ben nu weer 3 à 4 kilo, zeker 3,5 à 4 kilo weer kwijt. Ik heb me vanmorgen gewogen 77,5 kilo. Wat wel een voordeel is dat ik me nu op dit gewicht, omdat ik toen was, veel sterker voel. Droger eruit zie en veel voller voel, dus dat is zeker een pluspunt. Dus die negatieve kant heeft ook zijn positieve kant, om het maar zo te zeggen. En ja, vandaag is de 29e. Heb alleen even een koffie gedronken en ga een pool day doen vandaag. Dus dat is gewoon de planning voor nu. Voor de mensen die het interesseert. Ik heb gisteren nog de final touches aan mijn website gedaan, dus die is nu eindelijk af. Daar ben ik heel erg blij om. Mocht je nog iets opvallen of zien wat niet klopt, let me know. En ja, dat is de planning voor nu. Ik wil jullie gewoon tijdens dit proces meenemen. Een beetje de hoogtepunten, om het maar zo te noemen, van mijn week laten zien in een aflevering. Ik wil ongeveer elke week één aflevering doen. En dat is de periode van 6 tot 8 weken. Het ligt er een beetje aan hoe snel ik afval, of ik blij ben met de resultaten, etc. En aan het eind van die periode wil ik dan een paar mensen die gewoon heel veel ervaring hebben in die bodybuilding wereld mijn lichaam laten beoordelen, om het maar zo te noemen. Kijken wat mijn zwakte punten zijn, kijken waar ik aan moet werken in mijn volgende bulk. Dus dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk. En daarnaast wil ik voor mijn site ook gewoon dan op dat moment een fotoshoot doen. Op het moment dat ik op mijn best eruit zie, zeg maar zo. Dus dat is een beetje de planning voor de komende weken. Ik ben gewoon nu ook heel erg druk met mijn ondernemerschap, dus ga ook heel veel tijd daarin steken. Dus dat wordt wel even combineren en kijken wat het beste werkt voor mij. En ik wil jullie gewoon mee. What's up guys, ben ik weer en vandaag staat een push day op het programma. Ga zo naar de gym over 5 minuten en ik wil jullie even laten zien wat ik altijd eigenlijk voordat ik naar de sportschool ga neem. En dat is 5 gram creatine altijd en 4 gram beta-alanine. En dat is gewoon eigenlijk mijn standaard ding wat ik voor trainen neem.
En af en toe neem ik dan nog een pre-workout of ik neem een koffie. Het ligt er net een beetje aan waar ik zin in heb en hoe ik me voel. Verder neem ik nog tijdens mijn training, vul ik hier zo'n fles 1,5 liter water en neem ik dan 15 tot 20 gram BCA's. Het ligt er ook een beetje aan of ik op een lege maag train of niet. En vandaag train ik niet op een lege maag. Het is nu 2 uur. Ga even knallen. En that's it eigenlijk. What's up guys? Ik chill hier langs het water. Ik kom net van een push workout. En dacht ik ga gewoon nog even van het mooie weer genieten hier. Want het is waarschijnlijk de laatste mooie dag van deze zomer. En dacht gewoon, ik ga even hier zitten. Ga over het leven nadenken. Ga even alles op een rijtje zetten. Waar ik nu sta, waar ik naartoe wil. In de toekomst. En ben ook over fitness en bodybuilding gaan nadenken. En ja, ik dacht, waarom doe ik het eigenlijk allemaal? Want op een gegeven moment moet je het gewoon... Ja, moet je de feit gewoon accepteren dat je ouder wordt en dat je lichaam achteruit zal gaan. Niet dat het nu bij mij echt in de nabije toekomst is, maar ooit zal het wel zo zijn. En ja, dan heb je eigenlijk je hele leven hard getraind voor dat lichaam. En dan op een gegeven moment gaat dat lichaam weg. En toen realiseerde ik me ook van, het draait uiteindelijk niet om het fysieke aspect, maar meer om het mentale aspect. Want het is gewoon een sport waar je heel erg zelf gedisciplineerd moet zijn. Je moet gewoon jezelf elke keer pushen in de gym te gaan. Je moet jezelf elke keer pushen om bepaalde maaltijden klaar te maken. Om alles te tracken. En dat vind ik eigenlijk het mooie van deze sport. Want je realiseert gewoon doelen op een gegeven moment. En daarmee ja, merk je gewoon. Ik kan dingen ook in mijn eentje veranderen. Ik kan mijn dromen gewoon waarmaken. En dat vind ik het mooie. Je leert gewoon, je krijgt zelfvertrouwen. Je krijgt discipline. En ja, ik dacht, ik deel gewoon een beetje mijn gedachten met jullie. Want heel veel mensen denken alleen maar, ja, ik moet er zo snel mogelijk zo mooi uitzien. En ik wil mijn ideale lichaam binnen 8 weken. Maar als je je ideale lichaam in 8 weken zou krijgen, zou je ten eerste niet echt het gevoel hebben zoals iemand die er jaren voor gewerkt heeft. Dus die echt al zijn hart en zijn bloed, zweet en tranen, zeg maar zo, in dat perfecte lichaam voor hem dan, of haar. Ja, die heeft daar gewoon jaren in gestopt. En dat gevoel, dat kan je niet krijgen door opeens binnen 8 weken je perfecte lichaam te krijgen. Dus dat is juist het mooie van deze sport en van het hele concept eromheen. Dat mentale aspect, en dat zal je echt gewoon je hele leven meenemen. En daarom heb ik ook geen spijt van elke minuut, seconde dat ik in de sportschool ben geweest. Elke minuut, seconde dat ik aan mijn maaltijden heb gewerkt. Elke minuut, seconde dat ik ja, gewoon niet wat kon drinken met een paar vrienden. Of op dat feestje kon zijn omdat ik gewoon ja, moest trainen. Of omdat ik gewoon, ik kon gewoon niet mee uit eten. Omdat ik op dieet ben. En uiteindelijk is het allemaal waar. Dus voor iedereen die denkt van, ja, hij heeft een heel leuk lichaam. Het draait niet om het lichaam. Het draait om wat hierboven komt en wat je ervan overhoudt uiteindelijk. Want straks ben je 50, dan ziet je lichaam er gewoon niet meer zo goed uit. Maar hierboven heb je waarschijnlijk nog wel gewoon alles wat je in die jaren hebt geleerd. En dat is gewoon wat ik met jullie wilde delen. Ik heb erover na zitten denken en ja, zo realiseer je ook een beetje wat belangrijk is in het leven en wat niet belangrijk is. Want het leven is gewoon kort en je moet er ja, het beste van maken. Dus vandaar, ik wil jullie gewoon, ja, misschien is het wel een wijze les, misschien ook niet. Misschien denk je, wat lul je allemaal. Maar ik vind het belangrijk, ik dacht, deel het met jullie. Dus ik check jullie straks weer. Ik denk dat ik straks even lekker thuis wat ga eten. Nou, ik ga sowieso wat eten. Maar even kijken wat ik ga eten. En check jullie. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Walk inside my kitchen baking soda all up on the floor.
blow. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a Negro. Half breed motherfucker, grip the mic and heat flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating on me, goddamn you evil. And just don't understand, cause I'm flyer than Knievel. Been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never bustin' in them streets, but I keep it G though. I ain't in the fairy tales, I'm just me, ho. Only thing I talk about is everything that we know. I heard you got a fucking problem, bitch, I bet I beast. Ain't no need of reach, I don't need a piece. I just kill them with kindness, yeah, we leave them deceased. And tell it like it is, and now you got a capiche. Show me bring it back down. They think it's a game right now, yeah. But it ain't the same right now. Know my name right now, yeah. Back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now, back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. I hope you live a long life hatin' and watch every Grammy just to see who they nominating. So successful they probably say I signed with Satan. But I got God on my side, always down to ride. Don't get it twisted, I ain't perfect in the least. I'm still all up in your girl jeans like a crease, like a crease. Matter of fact, like a geneticist. These rappers' records coming out, they so repetitive. Shout out my homie Chance, piece of Skizzy Mars. Rap Pack, homie Castro, be dropping bars. It's all love, man, this shit is ours. They never thought I'd make it shooting for the stars. Yeah, I'm a born sinner, but it's a cold world. Shout out my homies that know me, can't forget my old girl. But that's a touchy subject like a priest, whoa. I heard y'all finally eating over there, we got a feast though. Keep it Rap Pack, till the beat go. You might not get the flow now, let it seek though. Fans know my lyrics deeper than the sea flow, but we dumb it down so they spin. What's up guys, ben ik weer. Het is nu vrijdagavond 4 september. En je hebt net mijn leg workout van woensdag kunnen zien. We hebben een sprong gemaakt naar de woensdag. En dat komt voornamelijk door het feit dat ik op Tesla heb gezeten maandag en dinsdag voor mijn ondernemerschap. En ja, heb daar ook niet echt mijn eten kunnen tracken. Heb het uit mijn hoofd gedaan. Maar dat is zeker goed gegaan omdat ik nu... Ik heb me vanmorgen gewogen en woog 76,6 kilo. Dus dat is bijna een kilo minder dan afgelopen zaterdag of zondag. Ik weet het zelf niet eens meer. Maar het is in ieder geval minder dan een week. En ik kan alleen maar zeggen dat het dus goed is gegaan. Misschien zelfs iets te goed. Dat ik nu iets te veel ben afgevallen deze week. Want ik wilde het ongeveer op een halve kilo, drie kwart kilo per week houden om af te vallen. Zodat ik niet te veel spiermassa kwijtraak. Zie dat ik ook droog word, dat is wel zo. Alleen heb nu wel gisteren en eergisteren, dus ook tijdens mijn push day, heb ik me niet zo goed gevoeld tijdens de training. In ieder geval niet zo topfit zoals eerst. Dus ik hoop nu dat ik na een dag rust vandaag, morgen of zondag een betere pool workout heb. Dat ik me daar weer gewoon toppie voel. En dan weer lekker kan knallen. Merk niet echt dat mijn kracht achteruit is gegaan. Op een paar oefeningen na. Bij bankdrukken ben ik misschien 1 à 2 herhalingen achteruit gegaan. Maar dat kan ook liggen dus aan het feit dat ik gewoon een slechte workout had voor mijn gevoel. Hoe ziet mijn voedingsschema er nu uit voor deze week? Ik eet deze week 2200 calorieën. Waarvan 150 gram eiwitten en ongeveer 35 à 40 gram vetten. De rest vul ik aan met koolhydraten. En that's it for now. Ik ga nog niet mijn cardio omhoog gooien omdat ik gewoon nog goed afval. En dit was eigenlijk alweer aflevering 1. Morgen is het weer zaterdag en ga ik weer van start met aflevering 2. Ik hoop dat jullie dit soort afleveringen nice vinden. Laat het me weten. Let me know what you think about it. And yes, that's it. Right now, know my name right now. Yeah. Back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't.